Laten we ons best doen vandaag. En er is een aardbeving. Oh snap. Of een vulkaanuitbarsting. Yo, Nintendo fans. Yo, Rikachu Army. Wil jij ook bij de Rikachu Army? Druk op die rode abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis. Kan je gewoon even doen. En dan ga ik snel voor jullie Pokémon Mystery Dungeon spelen. De demo. We zijn er nog niet klaar mee. En hier is onze grote vriend Bulbasauroni. Yo Bulbasauroni. Yo Torchicky. Torchic komt weer lekker gezellig aanlopen. Zeg goedemorgen Bulbasaur. Laten we ons best doen vandaag. En er is een aardbeving. Oh snap. Of een vulkaanuitbarsting. Wat is deze? Oh. Het is een Diglett. Tunnels. Tunnels overal, zegt Diglett. What up, Diglett? Diglett heeft het naar zijn zin. Hij zegt, dit is zo leuk, dit graven. Het is zo leuk. Waar ben ik eigenlijk? Hey, wat gebeurt er, zegt Torchic. En Diglett zegt, oh, sorry. Mijn naam is Diglett. Ik had het zo naar mijn zin. Ik ging overal graven. Maar ik begon bij het Plipper Postcentrum. Postkantoor heet dat in het Nederlands, Rick. Nou, hij heeft in ieder geval zoveel gegraven dat hij helemaal hier is uitgekomen. En ja, hij biedt zijn verontschuldiging aan. Hij zegt, sorry dat ik dit helemaal geruineerd heb. Torchic zegt, ah, maakt niet uit joh, het is maar een gaatje. En Diglett zegt, vergeef je me? Torchic zegt, ja, te veel van die gaten, dat zal irritant worden. Dus probeer niet te veel te graven. En Diglett zegt, oh, maar natuurlijk, dankjewel. Ik zal nog steeds veel lol hebben met het graven, maar ik zal ook zorgen dat die gaten weer de oude worden in no time. Doei! Later, Diglett. Dit voelde zo random. Anyway, Plipper is er weer. What up, man? We gaan even de brievenbus checken. Wat heeft Plipper er nou weer in gegooid, jongens? Check de mail. Welcome to Rescue Team Train at Makuhito Dojo en Rescue Team Basics. Heb ik nog geen andere berichten? Ja, kijk, ik moet nog even naar de Tiny Woods. Want ik moet even die Rattata gaan redden, jongens. We moeten even Rattata even gaan redden uit de Tiny Woods. Let's gizzo. Ja hoor, we zijn er. En daar is ook... Oké, laten we maar weer even normaal doen. Nou, we moeten Rattata in ieder geval meenemen terwijl Torchic even die monies pakt. Let's go. Hier naartoe. We worden achtervolgd door een enemy, jongens. Oh, en hier is nog een enemy. Oh, nee. En die probeert mij in slaap te sussen. Maar dat gaan wij niet accepteren. In plaats daarvan gaan we Sludge op zijn bakken gooien. Oh, we missen ook, maar Torchic raakt hem. En Torchic doet nog een aanvaltje. Lekker. Welke vijand zit er nog meer achter ons? Dit is nog een execute. Yo, what up, man? Laten we weer even Sludge bovenop gaan gooien. Kijk, that is super effective. Dikke doei. Er staan al mijn oogjes boven me. Blijkbaar is er nu iets met mij aan de hand. En dat gaat pas over als ik op de volgende etage ben. Dus we moeten even snel op zoek gaan naar de volgende etage. Hier is de volgende etage. En daar is een Sunkern. Pak hem! Hoppa! Dat was easy peasy. Nog even kijken of hier naar de rechterkant nog wat is. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon een gang is. Dit is inderdaad gewoon een gang. Ah, weer een Sunkern. Yo man, pak hem aan die Sunkern. Oké, dikke doei. En oké, nu gaan we wel even naar de volgende etage hoor. De tweede vloer. Yo! Hier is Elekid. We moeten Rattata naar Elekid brengen. En we moeten deze volgens mij meenemen. Oh nee, dat is een Max Eater. Volgens mij moesten we een zink zien te vinden of zo. Is hier een zink? Nee, hier is money. Hey, een Pidgey. Ik heb nog geen Pidgey gezien. Pidgey gaat ook wegvliegen voor ons, dus laat maar zitten. Go, Rattata. Go. Oh, hier de Pidgey. Pak hem aan. Sludge. Hoppakee. Yo, en hier is Elekid. What up, Elekid? Elekid is happy. Rattata is happy. Everybody's happy. Dankjewel, zegt Elekid. En we houden de badge omhoog. Elekid gaat vandoor. Rattata gaat vandoor. En ik denk dat wij er ook vandoor gaan. Wij hebben hier namelijk ook helemaal niks meer te zoeken. Doei. Yay, zo'n blije happy. Zo'n blije Elekid. Kijk, we krijgen een Zink Max Elixir en 100 Pokémonies. Oh, we moeten alweer gaan slapen. Oké, wel trusten, Bulbasauroni. Oh, Bulbasauroni heeft weer een droompie. Oh nee, wat droomt hij nu weer? Is hij weer aan het dromen? Het is weer die Pokémon. Wat? Praat de Pokémon tegen me? Ik kan ze horen, wat zeggen ze? Ah, het schudt. Is het een aardbeving? Ah, het wordt erger. Voor een droom lijkt dit wel echt heel erg waar te zijn. Heel erg echt te zijn, maar... Oké, nou, lekker geslapen, Balbi. De volgende morgen. Is die toch weer wakker? Ja hoor, ja hoor. Hallo? Hallo? Wie roept ons? Hallo? Hallo, ben jij... jij bent Bulbasaur. Ben je... Klopt dat? Ja, ik ben Bulbasaur. Maar wie ben jij? Ik zie helemaal niemand. Oh, je kan ons niet zien, natuurlijk. Hoe ongepast van ons. Oh, oh, snap.
Waarom midden in mijn huisje? Waarom sloop je in mijn huis? Dat doe ik toch ook niet bij jou? Komt toch ook niet bij jou zomaar binnenvallen door de vloer heen? Come on, Duck Trio. Dit kan je niet maken. Gisteravond was er een aardbeving en ons kind Diglett was aangevallen. Wat? Diglett? Hij is meegenomen naar de top van een grote berg. Wij kunnen niet zo hoog klimmen. Daarom hebben we jullie hulp nodig, Bulbasaur. Diglett is ontvoerd door een Pokémon genaamd Skarmory. Oh nee. We moeten ontzettend voorzichtig zijn, maar we moeten hulp geven aan Ducktrio. Let's gizzo. Oké, doei Ducktrio. Tot de volgende keer. Nou, laten we dit maar gewoon gaan doen. Laten we richting Skarmory gaan. Torchic, waar ben je? Ga je mee? Ja, daar is onze Torchic weer hoor. En Torchic verbaast zich erover dat we net zijn gevraagd om een rescue mission te doen. Daar zijn ze weer. Oh man, oké. Ze vragen ook hulp aan Torchic. En ze gaan er weer vandoor. Oké, later. Oké, zegt Torchic. Nou, Diglett was diegene die gaten aan het graven was. Ja, we moeten Diglett wel helpen. Diglett was super aardig. Oh, maar dat was het al voor de demo versie. We kunnen verder spelen in de volledige game. We kunnen nog wel even rond gaan kijken in de stad. Laten we dat nog even gaan doen. We kunnen trouwens hier ook naar links. Wat is hier links? Oh, hier is geen dungeon. Oh, daar kunnen we nog niet naartoe. Nou, dan gaan we even naar de rechterkant. Ik ben toch wel even benieuwd, want we kunnen nog gaan trainen in de dojo. Dat stond er nog volgens mij dat we dat konden gaan doen. Ik even wel vinden waar de dojo ook weer is. Is de dojo hierboven? Yo! Dit had ik nog helemaal niet gezien. Een wishcash. Wat is dit dan? Ik heb gehoord dat er overal gaten in de grond zijn gekomen. Dit is problemen voor iedereen. Ik maak me ontzettend zorgen. Want ik denk dat onze kinderen daarin zouden kunnen gaan vallen. Maar voor de rest kunnen we hier nog niks doen volgens mij. Wel leuk gemaakt dit weer hoor. Ik vind het tekenstijltje van deze game echt heel leuk. Ik vind het ook wel geinig dat je nu gewoon echt met een Pokémon kan spelen. In plaats van dat je een Pokémon trainer bent. Ik ben wel benieuwd waar dit allemaal naartoe gaat leiden met deze game. Kijk hoor. Waar is die dojo ook alweer? Is Makuhita's dojo hier beneden? Ja, kijk hier. Oké, laten we gaan trainen dan. Of heb ik geen tickets? Ik heb geen tickets. Ik kan dit nog niet doen. Ah, ik heb hier tickets voor nodig. Dan kan je dus een grote boost van krijgen. Een nog grotere boost of een super boost. Ook hoe die Pokémon hier allemaal rondlopen. Ik vind het super grappig. Wat zegt Bellsprout? Er was een bosbrand niet zo heel lang geleden. Het was verschrikkelijk. Gelukkig zijn Blastoise voor Relegator. Die zijn gaan blussen. Maar het kon nog veel erger zijn als ze wat trager waren. Ja, vind ik leuk. Al die backstory. Snubbel zegt, pardon. Oh, de Pelipper Post Office. Die is hier aan de rechterkant. Dus even kijken of we bij de Pelipper Post Office nog iets anders kunnen doen. Of hier nog opdrachtjes opstaan op het bulletin board. Ja, we kunnen hier nog allerlei andere opdrachtjes gaan doen. Kunnen we weer terug naar de Thunderwave Cave om nog wat te doen. En naar de Tiny Woods. Maar goed, dat hebben we eigenlijk allemaal al een klein beetje gedaan natuurlijk. Kunnen we hier naar binnen? Ah, nee, dan kunnen we niet naar binnen. Dan kunnen we alleen in de volledige game doen. Hier is trouwens het gat van Diglett. Oh, daarmee warpen we gewoon terug naar ons eigen plekje. Ja, bij de Cackling Shop kan je dus TM's en allerlei andere items kopen. Dan gaan we eens even kijken wat Kangaskhan nog voor ons kan doen. We kunnen dus allerlei dingen hier achterlaten, zoals onze berries en onze sleep seeds, blast seeds. Kangaskhan is een soort van opslagpunt. Deze dingen hebben we hier allemaal opgeslagen. Oeh, die gold ribbon die kunnen we verkopen voor een hoge prijs. En deze person band die kunnen we equippen zodat we minder snel confused raken. Dat is ook wel nice. Even kijken hoe we dat doen. Kunnen we dat hier doen? Als ik trouwens naar dit lijstje kijk, dan zie ik hier Bulbasaur en Torchic staan in mijn team. Maar er is nog veel meer ruimte voor allerlei andere Pokémon. Dus ik denk dat we ons team nog veel groter kunnen gaan maken. Dat is wel echt heel nice. En bij Persian kunnen we natuurlijk ons geld achterlaten. Laat ik dat ook maar doen voordat ik een keertje doodga en gewoon opeens al mijn geld kwijt ben. Daar heb ik echt geen zin in. Hoppakee. Oh, we krijgen ook nog een cadeautje. Je kan blijkbaar elke dag een cadeautje ophalen hier. Oh, dit is een appeltje. Nou, dat is altijd chill. Wat je natuurlijk nog wel kan doen, is elke dag naar dit bord toe gaan. En dan kan je die opdrachtjes doen. En dan ben je straks super sterk voor als de game uitkomt. Ja, dit was eigenlijk een super korte video. Ik dacht dat ik nog wel iets langer kon spelen. Maar ja, dit was het. Dit zijn de eerste 3 afleveringen van Pokémon Mystery Dungeon. Een game die officieel op 6 maart uit gaat komen. En wanneer die uitkomt, gaan we die natuurlijk keihard spelen op dit kanaal. Doe even een blauw duimpje omhoog als je daar zin in hebt. Als je meer Pokémon wil zien, abonneer dan ook zeker even op mijn kanaal. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!